Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag en het is lunchtijd, dus ik ga iets lekkers voor ons maken. Ik heb deze gevonden in de kast. En aangezien het een beetje druiderig weer is, dacht ik we gaan iets warms eten als lunch. Hier ga ik even een mengseltje van maken. Dit koekje ruikt echt mierzoet. Helemaal vanille. Ik moet natuurlijk wel even proeven. Ja, proef jij nou ook maar gewoon. Het is een beetje poffertjes, maar dan in elkaar geslagen. Oh ja. Ik ga mijn jas aan doen en ik ga mijn vriendin ophalen bij Utrecht Centraal. Want die komt gezellig deze kant op en dan blijft ze meteen een nachtje slapen. Dus het wordt een meidenavond vanavond. Ben ook altijd lol op. Nee, het wordt lachen, gieren, brullen en de meidenfilms kijken en maskertjes doen ofzo. Het is vandaag maandag en ik ben eventjes een kaartje aan het bestellen voor iemand. Het is nu inmiddels 8 uur. Ik heb de hele dag gewerkt. En ik had een hele leuke dag. Ik heb extra genoten vandaag, wetende dat dit de laatste maandag is dat ik op de groep sta bij de kinderen. Maar we hebben er gewoon een hele leuke dag van gemaakt en ik heb er eeuwig van genoten. Dus ja, dat was de laatste maandag. Oh ja, we gaan spelletjes spelen vanavond. Even lekker knus aan tafel, gezellig met z'n tweetjes. Ik moet wel eventjes kaarsje aansteken. Kaarsje, oké. Ja, ik ga even mijn kaart afschrijven, jongens. Ik zie jullie zo weer. Hoeveel heb jij? Zal ik het eerst zeggen? Nou, vertel, hoe rijk ben jij met je journalistenopleiding? 1, 2, 3, 4. 518.000 euro. 650.000 euro. Ja, zie je, heb jij nog gewoon ook. Miner. Goedemorgen, het is woensdag. Nu zeg ik het weer verkeerd. Gisteren zei ik het ook verkeerd. Het is dinsdag en het is 6:15 in de ochtend. Het is nog super stil op straat. Ik vind het altijd wel lekker om weg te gaan als iedereen nog slaapt. Ja, ik ga weer naar mijn werk. Wow, kom je ook op de bank? Wat zeg je? Moet geknipt worden. Ja. Harde boer. Echt niet. Wow. Ik ben weer thuis en het was echt een mega drukke dag. Jongens, ik ben aan het filmen. Wat is dit nou? Ja, ik ben gewoon gesloopt. Dus ik ben net thuis. Het is 6:15. Vanochtend om 6:15 ging ik weg. Dus ik heb bijna 12 uur de dag erop zitten. En ik kijk een beetje bijna schil. Zo gaaf ben ik. Als ik een peuter zou zijn en je zou me vragen hoe was je dag, dan zou ik gewoon zeggen... Dit. Ik ga even uitrusten. Ik ben nog eens eten aan het opwarmen. We doen het makkelijk, want we halen gewoon een portie uit de vriezer. Bo, ga op de bank. Ja! Ja, goed. Ja, het wordt een rustig avondje, denk ik. Ik ben nog altijd ook een drukke dag. Dus we gaan eten. En lui zijn.
heerlijk buiten. De lucht is helemaal strak lichtblauw. Dus het gaat echt een mooie dag worden. En het voordeel van vroeg gaan slapen is dat je ook weer vroeg wakker bent. Dus ik heb gewoon een hele lekkere lange dag. Die ik helemaal kan invullen hoe ik wil, want ik hoef helemaal niks. Nou ja, ik heb wel allerlei plannen natuurlijk, maar de helft gaat toch niks van komen. Maar ja, leuk dat je nog steeds kijkt. Ja, nou. Sorry. Het is al einde van de middag, zo'n uurtje of 4. En ik heb lekker serietje gekeken vandaag. Ik moest Benno beloven dat ik me vandaag rustig zou houden. Want ik was mega overprikkeld gisteren en ik heb allemaal weer extra pijn gekregen. Dus dat heb ik beloofd en daar heb ik me aan gehouden. En nu loop ik even lekker met Bo in het bos. Hij loopt aan de lijn. Maar hij trekt behoorlijk. Dus ja, dat is niet echt relaxed. Alleen, ik durf hem niet meer los te laten. Want het einde van de dag, als het ja, een beetje donker wordt of het gaat schemeren, dan gaat hij er vaak vandoor. Want dan ruikt hij natuurlijk allemaal dieren. En dan wil hij er achteraan. En dat is ook geen goed idee. Dus nu moet hij toch maar een beetje een soort van doorstappen vanavond. Kijk, dit gebeurt er dus. Er stak hier net een hert over. En Bo had hem niet gezien. Maar nu ruikt hij hem. En als ik hem niet aan de lijn had gehad, was ik hem kwijt. Bo, kom. Ga je mee? Ik heb meteen eens nog wat boodschapjes gehaald voor het avondeten en andere dingen die nodig waren. Koffie bijvoorbeeld. Witlof, een toetje, flesje frisdrank, nog 2 flessen frisdrank en een bloemkool en nog 2 broden en aardappeltjes. We hebben namelijk nog heel veel vlees in de vriezer wat echt op moet en allemaal andere bakjes restant eten wat over was. Dus we eten zoveel mogelijk deze week even de vriezer leeg, zodat er volgende week weer een nieuwe voorraad in kan. Anders wordt het allemaal oud en dat is ook zonde, dan moet je het weggooien, dat willen we natuurlijk niet. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik kom net onder de douche vandaan. Ik heb mijn haar nog niet gedaan. Maar goed, mijn haar is heel makkelijk. We moeten een beetje opschieten, want we hebben een afspraak. Want we gaan, jawel, een huis bezichtigen alweer. Dus spannend, leuk en ja, we gaan er vandoor. Ik heb al even als een malle de afwas gedaan van gisteravond. Kijk hoeveel glazen en mokken wij gebruiken dan. Dat is niet normaal. Maar het gaat nog steeds goed. Waar zijn we thuis? Wat vinden we van het huis? Ja, vonden we leuk. Ja, doe die camera weg, wordt gek voor jou. Wat? Doe die camera weg, wordt gek voor jou. Ja. Ja, we vinden het een leuk huis. En het is zeker wel een kanshebber. Dus nu gaan we even nadenken of we een bod gaan doen en hoe hoog dat bod gaat zijn. Aangezien het nog steeds mijn vrije dag is, ga ik even lekker een gezichtsmaskertje doen. Want daar had ik zin in. Dat wilde ik eigenlijk gisteravond doen, maar daar is ook niet van gekomen. Dus nu is het moment. En daarna ga ik even lekker op de bank een vlog kijken. Voordat het weer tijd is om met Bo te gaan lopen en eten te gaan maken. Ik kwam er alleen wel achter dat ik hem niet meer zo lang moet laten zitten. De vorige keer had ik hem veel te lang laten zitten. En toen was mijn huid helemaal rood en geïrriteerd. Maar ja, ik had natuurlijk weer niet gelezen. Want ik denk het allemaal wel te weten dan. Maar het mag er maar 7 minuten op. En het zat er echt veel langer op. Rover, wat doe jij nou weer in beeld? Het ruikt wel echt heel lekker. Ik hoop dat alles eraf is. Het voelt wel echt heerlijk zacht. Dan ga ik eventjes kijken in de spiegel of ik ook nog zo'n rode kop heb, maar ja, even lekker. Helemaal ingekakt inmiddels op de bank. Maar het is tijd om Bo uit te laten en het begint echt al donker te worden. Aan de ene kant vind ik het helemaal niet erg dat het herfst is.
Ik heb ook wel weer zin in de winter. Dit is eigenlijk, ik zei het laatst tegen een vriendin. Dit is de eerste helft dat ik me kan herinneren dat ik echt gewoon geniet van de herfst. Voorheen had ik dat helemaal niet. Waar het dan aan ligt, geen idee. Maar al die kleuren van de bladeren vallen me gewoon veel meer op dan normaal. Misschien omdat ik nu in de buurt van het bos woon en voorheen niet. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen, ja, ik ben helemaal ingekakt. En hoog tijd om even een frisse neus te gaan halen buiten. Wij eten vandaag een restje moussaka uit de vriezer. En wat rijst voor de vulling, want het was net een beetje te weinig om met z'n tweeën van te eten. We hebben weekend, jongens. Het voelt wel raar om in het donker naar werk te gaan en in het donker naar huis te gaan. Hebben jullie daar ook zo'n last van? Nou ja, last niet, maar gezellig is anders. Ik heb wel goed voor mezelf gezorgd, want ik heb van thuis lekker koekjes meegenomen. Lekker. Tijd om naar huis te gaan. We zijn allebei weer thuis, want we hebben eventjes lekker wat frietjes gehaald. Wij dachten namelijk, dat hebben we wel verdiend na een hele week lang hard werken. Dit was mijn laatste werkdag en op de groep met de kindjes, dat leg ik later allemaal nog wel even uitgebreid uit. Maar nu is het tijd voor een feestmaal. Het is vandaag zaterdag en ik lig heel eventjes op bed, want ik moet echt eventjes uitrusten, merk ik. Vanochtend hebben we weer samen even het huis aangepakt, lekker alles schoongemaakt, opgeruimd. Dus dat is weer lekker gedaan. Het gaat trouwens nog steeds goed met het schoonmaakschema, zeg maar. We hebben nu eindelijk een beetje routine gevonden na 3 maanden samenwonen. En ja, ik ga dus even uitrusten. Vanmiddag komen mijn zusje en haar man gezellig bij ons. Volgens mij staat de camera scheef. En die blijven ook eten vanavond, dus ik ga straks koken. Ik heb me ook ondertussen de hele tijd al bezig gehouden met de was. We hebben weer een lekker schoon bed en alle kleding die is weer bijna weer allemaal schoon voor komende week. Ja, ik moet ook wel, want ik heb helemaal niet meer zoveel wat ik aan kan trekken. Dus ik heb ongeveer nog 3 truien en 3 broeken. En verder trek ik truien van Benno aan. Omdat ik gewoon hekel heb aan kleding kopen. En ik het eigenlijk ook zonde vind van het geld om allemaal zwangerschapstops te kopen. Want dat is allemaal voor tijdelijk. En aangezien het winter is, doe gewoon lekker een grote wijde trui aan. En dat is toch ook gewoon helemaal prima. Hoe was deze week? Ja, voor mijn gevoel heel rommelig. Heb ik ook niet echt veel kunnen vastleggen over hoe het nou echt was. Want ik had eigenlijk helemaal geen leuke week. Het was namelijk de laatste week op mijn werk dat ik voor de groep stond, dat ik bij de kindjes was. Want ik heb vorige week te horen gekregen dat volgens het coronaprotocol kinderopvang, dat ik vanaf week 28, dus wanneer je het derde trimester ingaat, dat je niet meer binnen die 1,5 meter van de kinderen mag zijn. Dus dat betekent dat ik op de gang ga werken, maar wat ik ga doen, geen idee. Ergens knaagt het toch wel, want je wil gewoon dat doen waar je het meest gelukkig van wordt, wat je blij maakt, het leukste is van je werk. Het contact met de kinderen, het zorgen voor de kinderen, het zien ontwikkelen, het begeleiden, dat soort dingen, dat wil je. Maar nu betekent het dat ik nog 4 weken lang op de gang ga lopen, klusjes ga doen. Ik ben blij dat ik kan werken, hoor. En ik weet ook wel dat het fysiek gezien beter is voor mij. Want het zit gewoon echt niet lekker met mijn nek en mijn schouders. Het blijft tegenzitten. Dus wat dat betreft moet ik blij zijn dat ik minder zwaar werk kan gaan doen. Maar ik vind het gewoon heel erg jammer. En ja, ik word er best wel een beetje verdrietig van. Dat ik weet dat ik nog 4 weken rondloop op mijn werk. En de kindjes zie. Ja, ik ga er ook gewoon niet te veel over uitweiden. Want dan weet ik gewoon dat ik ga huilen. Weet je, het is gewoon sneu. Ik zie ze wel, maar ik mag niet naar ze toe. Ja, het is gewoon kut. En ze gaan mij ook zien. En ze gaan ook naar me roepen. En ze gaan naar me toe willen rennen. En wat allemaal niet mag. Ja. Wat moet ik er verder over zeggen? Ik heb in ieder geval Uh,
al mijn vakantiedagen nog voor mijn verlof geplakt. Wat inhoudt dat ik dus niet 8 weken meer hoef rond te lopen, maar nog maar 4. Dus over 4 weken gaat eigenlijk gewoon mijn verlof al in. Dus dan, dat houdt in, ik ga gewoon met 32 weken zwangerschap al eigenlijk met verlof in plaats van met 36. Omdat ik gewoon 4 weken vakantie nog had staan. Ja, dus waarschijnlijk is deze weekvlog heel kort. En is dit gesprek heel lang. Wat waarschijnlijk ervoor zorgt dat ik toch nog qua minuten een best lange vlog heb. Maar ja, het was gewoon niet leuk. En de komende weken gaat denk ik ook niet leuk zijn. Maar ik moet maar gewoon het beste van maken. En ik mag van mezelf ook altijd echt wel even balen. En het mag allemaal wel even tegenzitten. En ik mag er verdrietig om zijn. Maar volgende week is het gewoon klaar. Ik ga dit weekend ook gewoon niet meer over hebben. Dit was de laatste week op de groep. En ja. Volgende week ga ik gewoon genieten van andere dingen. Die ik nog wel mag. En dan ga ik mijn best doen om dat voor jullie weer zo goed mogelijk vast te leggen. En een leuke vlog van te maken. Mijn zusje en mijn zwager zijn weer naar huis. Wij hebben een hele gezellige avond gehad. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om deze video te zien. Abonneer je even hier beneden op mijn kanaal. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Wij gaan nog even een klein rondje lopen met Bo en dan ook lekker slapen, want het was weer echt een lange dag. En ik zie jullie heel graag volgende week weer. Doei!